Hi Neil, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 21. Dat is van maandag 21 mei tot en met zondag 28 mei. Als ik de kaarten schud om te kijken wat de leeuw staat te wachten, dan heb ik daarbij de volgende kaarten. De koning van pentagrammen, de 8 van staven en de 8 van pentagrammen. Beste leeuw, het is een week waarin je heel duidelijk weet welke plannen je wil maken om naar de toekomst voor jezelf verder te groeien. Ik heb het idee dat het echt wat te maken heeft met je huiselijke zaken of je materiële zaken. In ieder geval iets echt wat voor jou belangrijk is en wat staat als een huis. En misschien wel letterlijk een huis. Maar in ieder geval, je wilt daar echt wel plannen voor maken om dat voor jezelf te verwezenlijken. Het is een week waarin je lekker in de actie komt. Je bent heel druk bezig met je plannen om het allemaal goed op papier te zetten. Of in ieder geval om een plan voor jezelf duidelijk te maken, zodat je echt die stappen kunt gaan volgen. En je gaat ook echt daadwerkelijk stappen nemen. Misschien dat je zelfs wel al acties gaat uitzetten voor in de toekomst. Maar je hebt je plannen gewoon echt steeds duidelijker. En eigenlijk is er helemaal niks wat je tegen kan houden. En deze week heb je gewoon ontzettend veel zin om daar heel erg mee aan de slag te gaan. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je een super fijne week. En sowieso tot volgende week.